Moet je meer aan de top, daar staan tegenwoordig Finnen en Nederlanders. Dit is de Finse wereldkampioen TKV Konen, leider ook in de tussenstand om het WK. De vice-wereldkampioen is een Nederlander, Dave Strijbos. Hij staat ook tweede in de WK-stand. Veel volk, naar schatting 10.000 op de Hoornsbergdam. Vooral Nederlandse supporters. Lekker sfeertje, ook al werd tussen de reeksen in alsmaar opnieuw hetzelfde liedje gedraaid. U mag één keer raden welk. Start van de eerste reeks met de Italiaan Contini, het nummer 53. En de Nederlander John van den Berg, het nummer 5 op kop. In derde positie wereldkampioen Vekonen. En Dave Strijbos heeft een rotstart genomen. Hij komt na één ronde pas als negende door. Maar hij begint aan een remonte die hem in de achtste ronde al op de derde plaats brengt. Doorlopend aan de leiding John van den Berg, veruit de beste man vandaag op het Genkse zandparcours. Hij bouwde zijn voorsprong moeiteloos uit. De achtervolgers met Pekka Vekonen, Dave Strijbos en de Italiaan Massimo Contini, de winnaar van de twee reeksen in de Grote Prijs van Italië. Wat de Belgen betreft, Thierry Godefroy en Peter Dirks waren redelijk goed gestart, 9e en 10e op een bepaald ogenblik, maar ze vielen terug, Dirks viel ook letterlijk. Alain Lejeune kwam ook ten val in de op 1 na laatste ronde toen hij 10e was, hij werd 20e. Maar niemand kon wat beginnen tegen deze John van den Berg. Hij wint de eerste reeks met 14 seconden voorsprong op zijn landgenoot Strijbos, die Vekonen nog heeft kunnen pakken. Contini wordt 4e en Peter Even als eerste Belg 12e. Dirks eindigt 18e. John van den Berg voor de start van de tweede reeks, waarin pech hem van de eindzege hield, dat mag je wel stellen. Van den Berg is weer goed weg in de start. 4 ronden lang rijdt hij ook op kop. Achtervolgd door Contini, Vekonen, de Finn Koiki, Thierry Godefroy en Dave Strijbos. Maar in de 5e ronde loopt Van den Bergs achterband leeg. Hij verliest uiteraard verschrikkelijk veel tijd. Toch wordt hij uiteindelijk nog 7e na een zeer gesmaakte remonte. Van den Berg met het nummer 5. En daar ziet u nog net wereldkampioen Vekonen het rennerspark inrijden, stuurkrom na een val. Hij verloor ook bijna een volle ronde. Kijk, ogenschijnlijk rijdt hij hier aan de leiding, maar de echte leider staat op het punt om te dubbelen. Hier passeert die nieuwe leider, het is Dave Strijbos. Vekonen pakt geen punten meer in de tweede reeks. De Belgen deden het goed, met een 4e plaats voor de 16-jarige Marnik Bergoets. Even wordt 6e en Alain Lejeune 10e. Dirk schaf op na een val. En dit is een ommetje van de Deen Bo Kruse. Winnaar van de tweede manche en van de Grote Prijs van België is Dave Strijbos. En door de pech van Van den Berg en Vekonen doet hij ook een hele goede zaak in de WK-stand. Strijbos springt namelijk over Vekonen en leidt met 3 punten voorsprong op de